het is de week van de Europese waarheid voor PSV. De tijden dat Nederlandse ploegen regelmatig overwinteren in de Champions League liggen al zo'n 9 jaar achter ons. Des te knapper dat PSV het nu, na de winterstop, op mag nemen tegen Atletico. De laatste training van dinsdag gaf een mooi vooruitzicht. Een fitte selectie, met dus ook Guardado daarbij, stond op het veld. Atletico is de nummer 2 van Spanje en op papier een paar klassen beter dan PSV. Maar toch zien ze in Eindhoven ook de kansen. Ja, we hebben niet het gevoel dat we helemaal geen kans hebben. En we zijn door naar de volgende ronde. Dat was het eerste doel dat we wilden. En vanaf nu, ja, we weten dat het een moeilijke wedstrijd zal worden. En wij zullen er alles aan doen om in ieder geval te proberen om nog een ronde door te gaan. Ja. PSV zal het in die wedstrijd van woensdagavond moeten doen zonder aanvoerder Luc de Jong. Hij is geschorst. Hoe trainer Philip Cocu dat gaat opvangen, hield hij nog even geheim. We hebben natuurlijk meerdere spelers die op die positie uit de voeten kunnen. Ik denk dat het belangrijkste is dat wij altijd kijken naar onze komende tegenstander. En nou, hoe we die het beste kunnen bespelen en waar daarin de mogelijkheden zullen liggen. En, nou ja, als dat inhoudt dat we ergens een aanpassing doen, dan zullen we dat niet laten. Maar het is ook niet gezegd dat dat gaat gebeuren. We hebben verschillende opties waar we een keuze uit moeten maken voor morgen. Cocu is vooral onder de indruk van de constantheid van de tegenstander, die weinig weggeven. Dat welke wedstrijd je ook ziet, is een ploeg die een eenheid vormt. En ja, die nergens iets zal laten liggen op het veld. En of ze nou een bekerwedstrijd spelen of een Champions League wedstrijd of een competitiewedstrijd. Daar zit gewoon geen enkel verschil in. Welke spelers er in het veld staan. De ploeg functioneert hetzelfde. Absolute winnaar, geven weinig ruimte weg. Om dat elke wedstrijd weer te brengen en zeker in het drukke schema. Ja, dat denk ik typeert deze ploeg. Dinsdagavond trainen de spelers van Atletico in het stadion van PSV. Woensdag is de wedstrijd. En op die wedstrijddag geeft Studio 040 nog de laatste kaarten weg voor die wedstrijd. Kijk op onze Facebookpagina hoe je die kunt winnen.